De Monte 1-0 en daar is het. Fout in die defensie, zeg. Carbo, doelpunt. Prima gedaan. Doelpunt. Is het toch het hoofd van Van Luuk. Weer Erik Gerrits. Ik ben Kees Schin. Ik scoorde in de bekerfinale een hattrick tegen FC Utrecht in 1982. En dan zie je de uitreiking van de KNVB-beker aan de aanvoerder van AZ, Hugo Hovenkamp. De bekerwinst van 1982 is voor AZ het slotstuk van een unieke periode. Een jaar eerder wordt de dubbel gewonnen en de finale van de UEFA Cup gehaald. Afmaker Kees Kist maakt de opmars van AZ vanaf het begin mee. Dan kom je allerlei elementen kom je dus tegen. Spitsen worden gehaald, middenvelders worden gehaald, verdedigers worden gehaald. En op een gegeven moment, die Kees Kist die bleef dan toch nog steeds staan. Kees moet het afmaken toch, die wedstrijd. Doet het. De blonde Steenwijker groeit in Alkmaar uit tot een clubicoon. Kist maakt meer dan 200 doelpunten voor AZ. En staat in de jaren 70 en 80 bekend om zijn kanonschoten. Als je namelijk een bal raakt, en je raakt een bal in het hart, dus in het X-punt van de bal, dan gaat hij vormen. Lekker aangesneden. Bang, 2-1. Als ik die bal dan raak, dan kwam hij zo op die keepers af. Dus die keepers, dan ging hij weer daar of andersom. Hè? Dus die kregen daar geen grip op. Kist wint zelfs de gouden schoen als Europees topschutter. Ondertussen vragen de masseurs in Alkmaar zich af hoe Kist nog aan die enorme kuiten komt. Toen een klein jochie was, van 7, 8 jaar, ging ik met mijn vader mee. Dan ging ik kieviseieren zoeken. Maar die kieviseieren werden gezocht op bouwakkers die bij hem tot je knie aan toe in de blubber en in de bagger ging. Ik zei, dan liep ik de hele dag, liep ik daar weken op die velden, op die akkers. Met God, maar daar is ook Willy Carbo. Terug naar 1982. AZ wil nog één keer schitteren. Voordat het succesteam uit elkaar zou vallen. Maar in de bekerfinale is FC Utrecht meer dan lastig. De eerste van de twee wedstrijden wordt met 1-0 verloren. Dus moet het in Alkmaar gebeuren. En op een gegeven moment toen kreeg ik het toch weer, of mijn ploeg kreeg het op de heupen, laten we het zo maar stellen. En ik schoot die wedstrijd schoot ik er 3 in. Waardoor wij dus onze beker weer pakten. Ja, dat moet je niet doen tevoort. Ja, dit is op de stip natuurlijk. Wat dom. Die penalty heeft wel 3 minuten geduurd. Dat is onvoorstelbaar. Ze hebben die bal verlegd, er zat een kuiltje bij de penalty tip. Een heleboel ten hulte eromheen. Ja, dat heb je zo vaak uitgetekend. Ik heb dat filmpje nu nog wel weer gezien. Dan denk ik van, ongelooflijk dat dat komt. Kist, nu gebeurt het. 3-1. Alkmaar en de beker zou je zeggen. De Kees Kist Lounge is de grootste ruimte in het AFAS-stadion. Kist glimt van trots als hem om toestemming wordt gevraagd. Nou, ik zal je eerlijk vertellen, ik krijg nou nog de koude rillingen, maar ik heb dat ding getekend, teruggedaan, gelijk op de bus gegooid. Ik denk, maar dit is geweldig. Kijk, 100 meter lang, nou dat zal het zijn, 30 meter breed. Ja, waar tref je dat? Dat tref je nergens. Dus wat dat betreft ben ik ook nog uniek eigenlijk op deze wereld, want ik heb een ruimte van 100 bij 30. Wat dat betreft is dit eigenlijk wel een beetje mijn huis.